De mensen vragen mij wel eens, Herman, waar blijft gij toch de inspiratie halen voor al dat briljante proza? Wel nu, ik haal die voornamelijk uit jonge wijven. Uit Tamara bijvoorbeeld. Haar aanwezigheid is de ware reden voor mijn aanhoudende succes. Hoe zij sensueel de blonde haren schudt. Hoe zij met haar lekkere kont op het aanrecht ligt en een aardbei proeft. Hoe ze steeds weer op strategische momenten de zeep laat vallen. Hoe ze verleidelijk door de knieën gaat en mijn apparaat wederom aan de praat krijgt. En natuurlijk hoe ze week na week mijn column voor Humo schrijft. Zo, leest je nog eens na, Herman, of mail ik hem zo door naar de redactie? Tamara, meisje, schrijf nog eens een gortige passage bij over Ilse de Meulemeester en Herwig van Hoven. En gebruik daarbij de term moddervet, slecht gemodelleerd hangbuikzwijn. En dan ook nog iets beledigends over Herwig van Hoven. Tip top, Herman. Dat doe ik direct. Ja, dankzij Tamara kan ik mij gelukkig met belangrijker zaken bezighouden. Game over. Fuck. Weer verloren.